Wilde je dat organiseren, Linde? Ik zeg ja, natuurlijk. Welkom in mijn reisbureau. Specialization. Snow sports. Oh. Strekken. Dus. Twee keer raden wie dat er dit jaar samen met Snowblend de Snowcase van Studio Brussel mag organiseren. Bam! Ikke! En het wordt de max! We pakken de slaapbus. Want wie zorgt er voor de activiteiten onderweg? Bibi! Tof, jong! En ik kan ook heel goed zingen. 100 kilometer a pied, ça use, 100 kilometer a pied, ça use les souliers. Departure, de vierde. Dit is Brussel, hier ligt Spanje. Daar gaan we niet naartoe. We gaan niet naar Spanje. Niet. Waar gaan we wel naartoe? Bam! Alpe d'Huez. Ja, baby! Alpe d'Huez is de max. Kijk, Alpe d'Huez, opgericht in 1860. Gigantisch skigebied. Mega groot. Een van de grootste van de wereld. Je hebt groene pistes. Je hebt rode pistes. Je hebt blauwe pistes. Je hebt zwarte pistes. En je hebt vooral veel witte pistes. Flugo. Marginaal. Goed. Reisleider. Ja. Wat doen we in Alpe d'Huez? Ik zal het u zeggen. We gaan skiën. We gaan boarden. Soes naar beneden. Of in bochtjes. We gaan eten. Goed eten. Barbecue, fondue, grill, pizza en raclette, baby. Scheetjes in de slaapzak. Gaat ze al zien hangen, hè? Maar ja, ze gaan mee, hè? Charlotte Witte. En ze is niet alleen, hè? Jeugd van tegenwoordig, bevestigd. Touris Lemcy, Gunter D. Laston en Geo. Svenneke. Michael Midnight. Faisal, onze Skyf. Disco Barra Moeder. En Johnny en ik, wij gaan ook plaatjes draaien. Kortom, de Snowcase 2016 wordt de max. Het zit bijna vol. Bijna vol? Ja, bijna vol. Want jij kunt nog mee. Ik kan nog mee. Jij kunt nog mee. Ik? Ja, jij. Gewoon surfen naar stubru.be, u inschrijven voor de wedstrijd en ik ga alles voor u regelen. Je gaat mee met een bus. Skipas, lakens, handdoeken, uw materiaal staat hier klaar. Geen zorgen. Ik zie u in Alpe d'Huez, baby. No 90 kilometer a pied, ça use, no 90 kilometer a pied, ça use les souliers. Hey, allemaal! 100 kilometer a pied, ça use, 100 kilometer a pied, ça use les souliers. Hey!